overleg. Wat is daar gezegd? Dat de EOD nog verder gaat met zijn onderzoek. Dus dat moeten we nog even afwachten. Wat heeft de EOD aangegeven? Een pakketje, een verdacht pakketje. Dat zijn ze nu verder aan het onderzoeken. Moeten kijken wat ze daarmee moeten doen. Het is afhankelijk van wat ze echt aantreffen. Of het net een pakket is en kan anders weer veilig worden gesteld. Of niet, dan moeten ze het aan houden. Maar dat is een zaak van de EOD. Die hebben een eigen protocol. En daar bemoeien wij natuurlijk ontzettend mee. De EOD heeft ons laten weten dat het om een zelfgemaakt explosief gaat. Dat het wel degelijk dus een explosief betreft. Die informatie heb ik niet. Wat ik al zei, ze volgen hun eigen protocol en ze geven gewoon aan of iets veilig is of onveilig is. Dat is het kompas waarop wij handelen en ook de andere operationele diensten doen dat. Ze heeft eigenlijk geen idee hoe lang dit gaat duren? Nee, dat weet ik niet. Het is ook alleen goed dat we goed de informatie delen met de mensen. Dat is het belangrijkste moment wat we kunnen doen. En, maar de aanpak is in vertrouwde handen, want het is goed georganiseerd, dat wil ik hier nog even zeggen. Wat is er nou allemaal precies afgezet? Ja, u ziet de linten, dat is afgezet. En, maar is bijvoorbeeld het stadhuis ontruimd? Nee, dat is niet ontruimd. Het personeel kan daar gewoon doorwerken. Het is ook verzekerd door de EOD dat ze daar veilig kunnen werken. En dat is ook medegedeeld aan het personeel. En dat geldt ook eigenlijk voor het winkelcentrum en het parkeergarage eronder, want dat is toch allemaal dicht bij de bank? Absoluut. Dus we moeten afgaan op de deskundigheid van de EOD. En daar heb ik het volste vertrouwen in. Die hebben aangegeven dat het een adequate afzetting is wat er ook gebeurt. Wat kunt u als waarnemend burgemeester nu nog doen dan? Praten met u, informatie geven en zorgen dat mijn personeel goed geïnformeerd is. En dat ze gewoon rustig aan het werk blijven. En zometeen ga ik naar het ABN AMRO personeel. Want die zit ook maar te wachten en te kijken wat er allemaal gebeurt. En ik vind dat ze ook even moet spreken. Is er opvang voor hen geregeld? Ja, die is geregeld. Hetzelfde gebouw waar mijn personeel zit, zit ook het personeel van ABN AMRO. Dus die zijn opgevangen op het stadhuis? Ze zijn opgevangen op het stadhuis, inderdaad. Weet u iets over het pakketje zelf? Hoe dat is aangetroffen, wie het heeft aangetroffen? Nee, die informatie vind ik voor mij ook niet zo relevant. Ik ga meer over wat we ermee moeten doen en wat de effecten kunnen zijn. En wat voor pakketje het is, dat kunnen de deskundigen prima beoordelen. En neem aan als het allemaal achter de rug is, dat zij eruit zijn om na de informatie daarover te verstrekken. Ik zou niet weten wat het is. Ik weet dat we er voorzichtig mee om moeten gaan. Dat geef ik in de vertrouwde handen van de EOD. De EOD heeft ook nog geen planning gegeven van dan gaan we het weghalen, dan gaat het onschadelijk maken, dan is het allemaal afgelopen hier. Nee, wat ik u al zei, ze hebben een eigen protocol en wij berichten ons daarnaar. En we varen helemaal op het kompas van de EOD. Dank u wel. Graag gedaan. Zijn er nog andere vragen? Is er bekend in welke ruimte het is? Nee, niet bij mij. Nee. Ik weet niet of dat nu nog steeds het geval is. Nou, ze zitten allemaal op de veilige plek in het gemeentehuis. En dus door de EOD aangegeven wat de veilige plek is en daar wordt gevuld. Ja, ik zag ook dat u allemaal BHV'ers in het pand... Dat is standaard protocol. Als er wat aan de hand is, dan wordt onze BHV-organisatie gestart. Ja. En dat loopt ook prima. We zorgen dat het in huis allemaal keurig geregeld wordt. En dat mensen niet op verkeerde plekken gaan lopen. Ja. En mogen mensen nog via de achterkant het pand in en uit? Ja. Dat mag. Ja. Okay. Ja, tenminste mensen die er moeten zijn, hè? Ja. Voordat u denkt, ik loop even naar binnen. Nee. Dank u wel.